Goedenavond. De overdracht van de Shell-raffinaderij op Curaçao aan de Antilliaanse regering is nagenoeg rond. Dit weekende heeft zowel Shell als de Venezolaanse regering een aanbod gedaan waardoor de raffinaderij open kan blijven. De koninklijke Shell-groep zou in de loop van volgende week de raffinaderij voor een symbolisch bedrag van 1 gulden aan de Antilliaanse overheid verkopen. Ook de rendabele dochterondernemingen van de Shell-groep, zoals de Curaçao Oil Terminal en de Curaçaose Scheepvaartmaatschappij, worden overgedragen. Op het Fort Amsterdam zullen morgen, zoals het er nu naar uitziet, enkele Venezolaanse ministers een huurcontract tekenen, waarover de Antilliaanse premier mevrouw Liberia Peters zeer tevreden is. Het contract biedt garanties dat de raffinaderij in ieder geval enkele jaren open kan blijven. Verder zou Venezuela bijdragen in de onderhoudskosten. Daardoor kunnen de financiële garanties van de Nederlandse regering aanzienlijk lager zijn. Toch is de rol van Nederland belangrijk in het samenwerkingsverband tussen de Antillen en Venezuela, zo vindt minister-president Liberia. Nou, ik geloof dat er dus een punt, dat wij dus op bepaalde punten met de Nederlandse regering zullen moeten bespreken om de hele zaak af te ronden. En ten opzichte van de Antillen, of de Antillen versus Venezuela, is het van enorm belang dat er duidelijk blijk is dat de Nederlandse regering ons dus ook steunt. Mevrouw Liberia zal over een paar dagen met de Nederlandse regering over de financiële garanties onderhandelen. En ze sluit niet uit dat ze daarvoor zelf naar Nederland komt. Israël heeft vandaag extra troepen naar de bezette westelijke Jordaan-oever gestuurd. Ze moeten optreden tegen burgerwachten van Joodse kolonisten die er patrouilleren in Arabische steden. Het wederzijds geweld tussen Joden en Arabieren in bezet gebied is de laatste tijd sterk toegenomen. Het leger moet daar nu een eind aan maken. Minister van Defensie Rabin zei dat het leger strenge maatregelen zal nemen om te voorkomen dat de Joodse burgerwachten het recht in eigen hand nemen. Afghaanse guerrilla's melden dat ze een groot aantal Sovjet-soldaten hebben gedood, 4 helikopters hebben neergeschoten en 76 tanks en panzerwagens hebben vernietigd. En dit zou vanaf 1 september zijn gebeurd toen de guerrilla's een offensief tegen de Sovjets inzetten vlak bij de grens met Pakistan. De berichten van de guerrilla's zijn niet bevestigd. Het Afghaanse verzet heeft ontkend van de week een vliegtuig met 52 mensen aan boord te hebben neergeschoten. De Mujahideen schiet geen toestellen met onschuldige mensen aan boord neer, aldus een woordvoerder. En dan het overzicht van het nieuws dat we eerder uitzonden. Canada doet niet mee aan het Amerikaanse Star Wars project. De Canadese premier Mulroney heeft de Amerikaanse uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek naar ruimtewapens afgewezen. De Canadese regering kan geen enkele controle op het onderzoek uitoefenen, vindt Mulroney. Particuliere bedrijven zijn vrij om wel aan het onderzoek mee te doen. President Reagan kondigt morgen een aantal sancties tegen Zuid-Afrika aan. Dat heeft de New York Times gemeld. Reagan zou onder meer de verkoop van de Zuid-Afrikaanse munt, de Krugerrand, willen staken. Zo hoopt Reagan te voorkomen dat de Amerikaanse Senaat deze week verdergaande sancties afkondigt tegen het apartheidsbewind. De Waddenvereniging vierde vandaag het 20-jarig bestaan in een drassig vondelpark in Amsterdam. Daar werd voorlichting verstrekt over de activiteiten van de vereniging en ook werden hardere acties aangekondigd om ooit weer een schone Waddenzee te krijgen. En een halt toe te roepen aan allerlei milieu-onvriendelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het lozen van industrieafval. De voetbaluitslagen van dit weekende. De Eredivisie, Sparta PSV 1-1, Ajax VVV 7-1, Utrecht Feyenoord 0-2, Excelsior AZ 1-0, Twente Groningen 1-0, Den Bosch Roda 2-2, Haarlem Go Ahead 2-1, Fortuna Sittard Heracles 1-0, NEC MVV 1-1 en dan de Eerste Divisie, Den Haag RKC 5-4, Eindhoven-Wageningen 2-1, RBC Vitesse 1-1, Emmet Telstar ook 1-1, PEC Zwolle Heerenveen 1-0, Cambuur de Graafschap 2-3, Willem II SVV 2-2, Helmond Sport NAC ook 2-2 en Veendam Volendam 0-1. Tot slot nog het weer.
Eerst veel bewolking en plaatselijk nog regen of motregen. Vannacht enkele mistbanken en overdag af en toe zon. Vrijwel overal droog. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Het laatste journaal is omstreeks 12 uur vanavond. Goedenavond.